In alles van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouw ben ik tot in den dood. Zoals het de traditie is, zijn ook dit jaar de dag voor Koningsdag lintjes uitgereikt. In de gemeente Tiel waren dit er drie. De Tielse Helene Herschel ontving een lintje voor haar werk met mensen met een verstandelijke beperking en de bijdrage die zij heeft geleverd aan musicals bij idem dito. Uit Kappel-Avezaath mogen zich vanaf nu twee mensen lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Riet van Buren kreeg een lintje vanwege haar jarenlange werk als ouderling, haar betrokkenheid bij de haal- en brengdienst voor het bijwonen van kerkdiensten en haar vrijwilligerswerk bij de rommelmarkt in Kerk-Avezaath. Geb van Scheerdijk, medeoprichter van deze rommelmarkt, ontving ook een lintje. Dit voor zijn werk als koster, gemeentewerk en als commissielid van de stichting Oude Gelderse Kerken. Ja, vandaag is weer een hele mooie dag in Tiel, waarin we hier in de raadzaal drie hele actieve Tielenaren, twee uit Kappel-Avezaath en één uit Tiel, de koninklijke onderscheiding hebben mogen opspelden. Het is altijd weer een heel feestelijk moment om mee te maken en het staat voor mij ook symbool voor al die vrijwilligers in Tiel die belangeloos heel veel werk doen in verenigingen en voor festiviteiten. Ik zou voor deze gelegenheid eigenlijk ook een oproep willen doen, omdat we hebben nu gelukkig deze drie mensen waar we het echt waarderen, die het mooi vinden om deze onderscheiding uit te kunnen reiken. Maar het zouden wat mij betreft nog veel meer mensen kunnen zijn volgend jaar, omdat ik weet dat er zo enorm veel mensen actief zijn in onze gemeente. Ik weet dat het soms wel eens lastig is, mensen die niet aan denken om iemand voor te dragen, om het misschien soms een beetje veel werk vinden om alle formulieren in te vullen. Maar ik zou toch een oproep willen doen, doe dat vooral, want het is ook echt een blijk van waardering naar mensen die tientallen jaren vaak actief zijn. Voor 1 juli moet u de aanvraag doen voor de onderscheiding alweer voor volgend jaar, de lintjesregen, dus dat is al heel vroeg. U ziet daar informatie over op de website. U kunt ook Roland van Vught van de gemeente daarover bellen. En dan hoop ik hier volgend jaar nog meer mensen te zien die onderscheidingen mag opspelen.